Programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Oosterhof Bokstel, Slagerij Willy Berens Liemde, Iris Kappers, de specialist in haarwerken Bokstel, Natasha Fashion Bokstel, Bakkerij van Eindhoven Liemde en Tiga Health and Beauty Bokstel. Tja, daar zijn we weer. Vandaag in Dommeland Live gaan we praten met onze boswachter Frans Kapteins. Hij trok ten strijde. We gaan praten over ouderen en hun woonomgeving. En april schijnt de nieuwe maand van de klomp te worden. Tja, tja, moet niet gekker worden. Het is dinsdag 17 april. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dommeland Live. Tja, bij ons op de bank, we kennen hem, hij is inmiddels al regelmatig bij ons geweest. Hij heeft natuurlijk ook zijn eigen programma bij ons op de zender. Bokstel natuurlijk. Frans Kapteins, dankjewel, leuk dat je er bent. Ja, jij trok ten strijde tegen het product met de naam Roundup. Ja, en dan vooral tegen de naam die erbij stond. In eerste instantie bij de macro. Biologisch product, hè, mm-hmm. Roundup. Nou, mm-hmm. Dat is verre van biologisch. Mm-hmm. Ze zeggen zelf milieuvriendelijk, maar daar geloof ik ook nog niet eens in. Maar goed, biologisch kan alvast helemaal niet. Mm-hmm. En via sociale media ben ik begonnen, omdat ik foto's van mensen heb gekregen die mij volgen. En zag ik dat staan. En toen heb ik dus zeg maar meteen zoveel tweets weggestuurd en op LinkedIn en Facebook, dat mensen mij gingen volgen. En binnen mum van tijd zei de macro, ja sorry, we halen biologisch eraf. Maar mijn vraag is, waarom ben je ten strijde getrokken? Is dat echt de echte reden? Ja, de echte reden in eerste instantie was dat ik... Kijk, ze hebben nu een nieuwe Roundup in de winkel staan. Voorheen was het, en op sommige plekken staat het nog wel, de oude Roundup. En daar zit glyfosaat in. En dat is een zwaar, giftig middel. En dat is dus absoluut niet biologisch. Maar dan hadden ze een nieuwe, dat heet dan Roundup AC. Mm-hmm. En dat is met azijnzuur. En daar stond dan biologisch bij, maar dat is dus niet biologisch. Dus ik vond ook niet dat ze dat mochten zeggen. En uiteindelijk hebben ze het ook bekend dat dat een foutje was. Yeah. En een tijdje later krijg ik een fotootje van weer een andere volger. En die zegt, kijk eens wat er bij de praxis staat. Daar staat ecologisch op. Nou ja, verre van. Dus hup, opnieuw ten strijde. En oké, de praxis heeft ook weer aangegeven. We stoppen ermee, want dat past dus niet. Dat is een foutje in onze reclame. Uitingen, dus hebben we het ook weggehaald. Wow. Ja, dus het is echt wel gaaf hoor, dat de sociale media zoveel meedoet. Kijk, ik ben sowieso tegen Roundup. Dat is een vreselijk middel. Ja, want even voor de mensen die het niet weten, voor de beeldvorming, waar wordt dit product voor of eigenlijk wellicht tegen gebruikt? Ja, tegen wat ze zeggen onkruid. Het is onkruidbestrijding. Als je nu de wereld rondrijdt, ook hier in Bokstel, dan zie je overal oranje velden. Nou, dan weet je dat dat bespoten is met Roundup, met glyfosaat. Dat is de kleur die dan kenmerkend is. En wat de boeren bedoelen is, wat de agrarisch bedoelen, is dat dan de onkruiden even teruggebracht worden. Mm-hmm. Zodat straks de producten die eruit moeten komen, suiker, bieten, mais, een kans krijgen om door te groeien. En, maar ja, dat materiaal, dat gaat wel het grondwater in. Vissen hebben er heel veel last van. Amfibieën hebben er heel veel last van. In welke vorm dan? Nou ja, vissen kunnen sterven. Amfibieën kunnen sterven omdat het de grond inzakt en het uitspoelt in waters, mm-hmm. waar dus vissen zitten. Dat middel is gewoon zo heftig giftig dat inderdaad zeg maar, op die vissen een behoorlijke negatieve zeg maar, voortplanting veroorzaakt. Verder blijft het in de bodem zitten. Nou wordt gezegd door Monsanto, want dat is een bedrijf die het maakt, dat het binnen 10 dagen verdwenen is. Maar wat komt er dan in de plaats? Nog meer fosfaat en nog meer stikstof. Terwijl we al een deken van stikstof boven ons Brabants landschap hebben hangen. Hmm. En als je rondkijkt op de natte natuurgebieden, om een voorbeeld te geven. Ja, die natte heidegebieden, fiets maar eens door de Campina. Mm-hmm. Dat is een en al pijpstrootje. En dat komt door de hoeveelheid stikstof die overal neervalt. Nou ja, en dan gebeurt dat hetzelfde in de landerijen. En nog een ander ding is, we weten dat op dit moment de helft van onze insecten aan het verdwijnen is. Nou, dat komt door allerlei bestrijdingsmiddelen. Mm-hmm. Nou, daar valt dit dus ook onder. Mm-hmm. En mensen vragen dan mij eens, ja, maar waar zie je dat dan aan, dat die insecten aan het verdwijnen zijn? Nou, heel simpel, reis maar van Bokstel naar een bos toe. En hoe vaak moet je nou je ruitenwisser nog aanzetten om die insecten weg te wipen? Ja, dat was vroeger. Was dat, precies. Dat zat je heel je auto onder. Vol. En dat is dus niet meer. Nee. Jeetje, dus die bestrijdingsmiddelen hebben een heel grote impact op het leven van echt maar heel veel soorten. En ja, mensen vergeten dat vaak. En vandaar dat heel veel landen nu ten strijde trekken. In Amerika zijn er de komende tijd grote processen aan tegen Monsanto om dat Roundup de wereld uit te krijgen. Ja, maar wat inderdaad, je hebt het inderdaad over Monsanto, dus de producent van het product.
boswachter Frans die tegen zo'n miljardenbedrijf de strijd aan gaat. Is dat niet een onbegonnen strijd? Of? Nou, ik ben niet alleen. En voor mij was in eerste instantie dat biologisch bij de macro, dat ecologisch bij de praktisch af te krijgen. Nou, dat is dus gelukt. Voor mij is dus... voor mij is het al een heleboel geslaagd, mm-hmm. zal ik maar zo zeggen. Mm-hmm. En de volgende stap is ja dat we toch Carola Schouten van onze Nederlandse regering, de minister van Landbouw, moeten zover zien te krijgen. Dat het dus, want ze zegt nu dat ze alleen in uiterste noodzaak mogen boeren het gebruiken. Mm-hmm. Maar ja, wie gaat dat controleren? En ja, ik bedoel, iedereen spuit er maar op los. Dat is dus even vreselijk. En er zijn ook nog winkels bij die verkopen het nog inderdaad ook met dat vreselijk glyfosaat. Mm-hmm. En die spuiten de stoeptegels vol met al dat spul. En wat gebeurt, dat stroomt zo de riolering in, maar stroomt ook zeg maar de straat in. Mm-hmm. En kinderen die kunnen er last van krijgen. Mm-hmm. Is al bekend, tenminste althans is onderzoek geweest. En natuurlijk zijn er al tegenonderzoeken dat het kankerverwekkend is. Dus ik bedoel, stop eens als je... Ja, want wat inderdaad, jij zegt ook, hè, het zorgt voor een bepaalde hoeveelheid stikstof in de lucht, et cetera. Is de wetenschap inmiddels echt zover dat bewezen is dat het ook echt een slecht product is? Kijk, het probleem is altijd met, en tegenwoordig met onze moderne maatschappij, kunnen we dingen bewijzen en tegenbewijzen. Ja. Hè? Dus dat is natuurlijk wie betaalt, die geeft dan zeg maar uiteindelijk het onderzoekrapport aan. Ja. Maar onafhankelijke organisaties die daarmee bezig zijn, die hebben dus wel degelijk bewezen dat Roundup een heel slecht product is. En op verschillende sites, onder andere bij de Vroege Vogels is een heel artikel geweest daarover. Waar het mm-hmm. allemaal slecht voor was, hè, voor mens, mm-hmm. voor dier. Er is onlangs een longarts, mevrouw dokter Drent, geweest. Die heeft gezegd, het kan zelfs longziektes veroorzaken. Mm-hmm. Nou ja, goed, op een gegeven moment moet je toch wel eens mensen gaan geloven die al die tegengewicht geven ten opzichte van Monsanto. Die blijft zeggen, ja, het is goed, want het is alleen maar zeg maar milieuvriendelijk en het haalt alleen maar onkruid weg. Ja. Nou, er zijn zoveel tegen zeg maar, onderzoeken die bewijzen dat het anders is. Ja, want als je hè, op het internet, we hebben even op het internet gekeken, als je dan inderdaad kijkt wat omschrijvingen zijn. Ik heb er hier een aantal, onder andere ongedierteproducten.nl meldt. Roundup wordt na contact met de grond snel geïnactiveerd en afgebroken. Ja. bestrijdingsmiddelendirect.nl. Het wordt na contact met de grond als regel snel geïnactiveerd en afgebroken. Boerdeal.nl, een product zonder nawerken in de bodem. Ja, nou ja, dat zijn dingen. Kijk, wat gebeurt er in die bodem? Het wordt fosfaat en het wordt stikstof. Ja. En dat is dus al vreselijk wat erin komt. Ja. In Boerderij, het vakblad van de landbouw, zo van de agrarische wereld, heeft een heel artikel gestaan van mevrouw Drent, die dus tegenstelde beweert. Die zegt, mm-hmm. ja, pas op, maar het kan ook longziektes veroorzaken. Dus alleen al dat vind ik al, zeg maar, erg genoeg. Ik zou niet willen spuiten, om het zo maar eens te zeggen. Nee. En zijn er mensen die bijvoorbeeld ook al persoonlijk, hoe zeg je dat? Kijk, in het buitenland zul je dat waarschijnlijk meer zien dan in Nederland, die zelf al de strijd aangaan of een rechtszaak beginnen omdat ze bepaalde ziekte hebben opgelopen. Dat is in Amerika. Amerika speelt op dit moment, gaan een aantal kankerpatiënten gaan dus Monsanto aanvallen met alles wat daarbij hoort. Maar dat, zo gaat het op zo'n Amerikaans natuurlijk, dat vind ik altijd wat moeilijker. Maar er zijn een aantal mensen die hebben gezegd van wij gaan nu Monsanto aanvallen. Ja. Omdat het duidelijk is voor hun bewezen dat het ook kankerverwekkend is. Dan krijg je niet heel veel tegenstand van de boeren. Nou ja, als je nou kijkt wat er gebeurt in die agrarische wereld, er zijn ook boeren die zeggen, ja, ik gebruik het niet, het is levensgevaar, het is gif, die doen het anders, die kunnen ook telen met. Er zijn heel veel bedrijven die geven adviezen om andere producten te gebruiken, bijvoorbeeld Veld.be, dat is dus een organisatie in België, mm-hmm. die hebben een hele lijst gemaakt wat je ook kunt gebruiken om een aantal, zeg maar, onkruiden tegen te gaan, en dan is het veel meer echt biologisch. Ja, precies, ja, want dat wilde ik inderdaad weten, is er een milieuvriendelijk alternatief? Ja, die zijn er, maar je weet hoe het gaat. Uiteindelijk met dit. Dat is het punt. Je weet, hè, wij kunnen al lang op water rijden eigenlijk. Hè, maar we doen het nog steeds niet. Waarom niet? Nou, iedereen weet dat. Nou, dat is met dit ook. Hè. Er zit zoveel geld achter. Die mensen hebben zo'n goede reclamecampagne. Ja. Maar er zijn al veel boeren die zeggen, ik stop ermee, want ik wil het niet op mijn land zien. Ja, exact. Ja. Ik hoop dat inderdaad dat je de strijd goed aan kunnen gaan. We gaan gewoon lekker door. Het is heel belangrijk. Ja. Heel even iets anders. Je bent er nu toch en we zijn een aantal hot items. Ik vind het altijd heerlijk als je bent. Je praat altijd mooi. Even een ander onderwerp. Hè. Veel winkels hebben nu de actie een plaatje voor een tegel. Ja. Wat houdt die actie in? Ja, dat vind ik hartstikke geweldig. Want het gaat erover dat Nederland aan het verstenen is. Ja. En wat betekent dat? En ik vind het hartstikke leuk dat mensen hun huis naar buiten toe doortrekken. Hè? Dat je mooie patio's krijgt en zo allemaal. Maar het gaat zover dat hele tuinen vol met tegels komen te liggen. En zelfs, ik zie dat sommige mensen zelfs er cement in gooien. Ja, precies. En dus, of parkeerplaatsen van voortuinen maken. Nou, het is heel... En,
mensen vragen zich wel af, hoe komt het dat de riolering altijd overstroomt? Hm. Nou, daar zorgen de mensen voor die heel veel tegels neerleggen, want het stroomt allemaal de riolering in. En hoe komt het dat het steeds heter wordt in Nederland? Want die stenen, die geven al ongelooflijke hitte. Ik ben een keer bij een proef geweest van voortuinen die helemaal groen waren en achtertuinen die alleen maar versteend waren, scheelde 3 graden. Nou, dat vind ik best wel veel. Hm. Nou, en als je dan in de zomerperiode hebt die steeds heter worden, ja, als dat 30 graden is, dan kan er zomaar 35 graden op zo'n patio zijn. Ja. Dat betekent die stenen, die stralen warmte uit. Regen verdampt al sowieso meteen als dat zou gaan vallen, want die stenen zijn nog bloedheet. Daarna stroomt het de riolering in. Nou, dat betekent dat het niet inzijgt of in de tuinen inzijgt, hè, dus in het grasland en zo. Mm-hmm. Nou, dat betekent ook dat je omgeving steeds droger wordt, hè, want je krijgt een verdrogingsproces. Mm-hmm. De natuurgebieden krijgen er last van, want mensen weten niet dat vaak zo'n tuin of zeg maar een park of een plantsoen, dat vaak de regen naar beneden zakt en ergens anders in het natuurgebied opkomt. Dat heet dan kwelwatersystemen. Nou, die verlies je ook als al het water rechtstreeks naar de riolering gaat. Dus dat is dan weer zo. Nou, goed, er is een proces dat heet steenbreek. Dat is een organisatie die is bezig om te zorgen dat er minder stenen in de tuin komen. Mm-hmm. En nou ben ik zo blij dat er dus ondernemers zijn en grote winkelbedrijven die zeggen een steen eruit, een plant erin. Nou, dat vind ik fantastisch, want dat is wat we aan het doen zijn. We proberen die tuinen wat groener te maken. Mm-hmm. Daarnaast is het ook zo, en heb ik het alleen nog maar gehad over de mens zelf, maar denk eens aan al die dieren die in die tuinen nog proberen te overleven. Ja, dat gaat in stenen niet. Ik bedoel, daar kunnen ze niks eten. Dus struikjes verdwijnen, kruiden verdwijnen, boompjes verdwijnen. Het is één grote stenen massa. En daarom ben ik zo blij dat deze actie ook gestart is. Ja. Ja. Wat zijn nou de dieren die je op dit moment het meeste ziet verdwijnen door dit Dat kan ik ontwikkelingen? Ja, egels. Wezels, hermelijntjes, bunzingen, steenuilen. Nou ja, zo is een hele batterij aan insecten. We hebben het alleen over de verschillende soorten zandbijen. Want een zandbij heeft een zandige bodem nodig waar hij een nestje kan maken. Ja. Waar hij zijn eitjes in afzet. Nou ja, als er tegels zijn, no way. Hè. Want ze hebben geen boormachine bij zich. Zo. Dus dat gaat dus niet. Die verdwijnen dan. Nou, en het is al heel erg bekend dat ongeveer de helft van de Nederlandse zeg maar, bijen aan het verdwijnen is. Het gaat gelukkig weer een beetje beter met de honingbij. Mm-hmm. Maar heel vaak zeggen mensen, het gaat goed met de bijen, maar ze bedoelen dan de honingbijen. En dat is maar één soort. Er zijn 275 andere soorten bijen in Nederland. Wat? Ja, dan vergeten mensen. Zoveel? 275 jaar andere soorten bijen zijn er in Nederland. Ja, dat is serieus. Dat zijn allemaal solitaire bijen. Maar die zijn aan het verdwijnen. Nou, en dan zeggen mensen wel eens tegen mij, ja, wat maakt er uit, een vlieg of een mug, dat is het nou. Nee, maar het is wel de basis van onze voedselpyramide. Mm-hmm. Nu hebben wij daar nog geen last van wat daar beneden gebeurt. Maar straks komt het daarboven terecht en moeten we kijken naar onze gewassen. En ons voedsel, dat gaat dan ook steeds minder, want de bijen doen aan kruisbestuiving en wij nog niet. Ja. Eigenlijk zouden nog meer, inderdaad ook grotere bedrijven zich ook nog kunnen aanzetten. Daarom, als deze actie, die vind ik fantastisch, ondersteun ik ook van harte. Ik hoop dat veel meer bedrijven, dat elk groot winkelbedrijf dat gaat stimuleren. Ja, slim. En mensen gaat er één tegel, al is maar één tegel, dan kan daar weer het regenwater in, dan kan er weer een plantje groeien, dan kan er weer een insect voedsel halen. Ja, nu we toch bezig zijn. De wolf in Nederland. Waarom zijn zoveel mensen er bang voor? Ja, omdat er ook zo ontzettend veel fantastische verhalen over zijn van, hè, dus dokter Anders P. Hè, in de trojka, waar dus één voor één de familie naar de wolf werd gegooid om toch maar één persoon heel uit aan te laten komen. Dat beeld heeft veel mensen. Wat anders is dat heel veel mensen ook erg schrik zijn van grote wilde dieren. Daar zijn ze ook zo bang voor. En ik denk, als je echt naar die wolf kijkt, ik ben zelfs naar Lapland geweest om daar samen met wat mensen wolven te gaan bestuderen daar in het wild. Ja, die beesten zijn hartstikke schuw. Die zijn zo bang voor de mens. Nou, dat zie je wel. Er hebben al verschillende wolven door Nederland gelopen en we hebben ze nauwelijks gezien. Ja. En af en toe komt iemand toevallig met een cameraatje en dan pakken ze een beet op de camera. En dan of dat hij toevallig door de straat rent. Of hij door de straat rent, ja, dat is ook heel bijzonder. Maar of hij wordt verongelukt bij zeg maar, een auto-ongeluk. Ja. Maar die Naya, dat is dus de vrouwelijke wolf, die is dus door Duitsland via Nederland zo naar België toe gegaan. Mm-hmm. En daar heeft ze een tijdje in het militair domein gezeten. Ja, daar komt helemaal niemand. Daar heeft ook niemand last van gehad. Dus bang hoe ze niet te zijn. En ja, er zijn dus oproerkraaiers bij die maken iedereen bang. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat je, en er zijn dus schaaphouders die wij ook kennen, die zeggen oké, we moeten betere rassers neerzetten. Er zijn schaaphouders die zeggen wij kopen weer wolfshonden, die dus ook mee op de kudde letten. Nou, daar gaat zo'n wolf terecht niet naartoe.
Dus we moeten zorgen toch ook voor een stukje. Iedereen wil genieten van de natuur. Maar als er moeite voor gedaan moet worden, dan is het vaak zoiets van, ja, maar ja, niet in mijn backyard. Ja, ja. Zouden we de wolf, denk je, kunnen verwachten binnenkort weer in het groene woud? Nee, dat denk ik niet. Nee? Want dan zou die te veel. Nou, dan moet hij. Ja, nou, het is wel zo dat via de natuurbruggen kunnen wolven ook heel makkelijk overal komen. Maar er moet ook genoeg voedsel zijn. En ik denk als je nu nog kijkt naar het groene woud, dat is nog iets te klein daarvoor. Het is ook niet voor niks dat die najaar zeg maar via de Peel is gegaan. Dat is een heel groot gebied. Mm-hmm. Dus dat kan ook wel. Het zou kunnen dat binnen nu en 10 jaar dus af en toe zo'n loner. Want dat zijn het. Het zijn vaak. Ja, mensen denken dat er hele roedels hier naartoe komen. Weet je, al heel Nederland gaan bezetten. Het zijn meestal loners die of een nieuw gebied moeten gaan zoeken. Mm. Of als loner de boodschap hebben, gaan vlees halen voor de kleine. Ja, want dat precies. Doen wolven, die eten dus vlees tot 50 kilo. Die braken het dan uit voor de jongens, ja. Voor de jonkies. Ja. Dus dat soort dieren kunnen zich wel door Nederland plaatsen. Maar echte roedels zal misschien in de Mijnweg gebeuren. Mm. Of ergens bij het Rijkswald of in de Veluwe, dat zou kunnen. Ja, precies. Ja. Het laatste, bijvoeren van runder op de Oostvaardse plas. Ja, dat is een hele lastige. Ik ben ook dierenliefhebber, ik vind het gaat daar ook iets te ver nu. Maar eigenlijk moeten we beginnen bij het begin, waar het fout is gegaan. De fout is toen, zou een proef ingezet worden. Mm-hmm. En die proef zou ingezet worden vanaf de Oostvaardersplassen tot helemaal aan de IJssel. Met heel de Veluwe erbij en zo. En daarop was die kudde berekend. En wat gebeurde er? Meneer Bleker kwam aan de macht en die zegt, no way. Want die wil alleen maar landbouw in Nederland zien. Mm-hmm. Verder interesseert hem niks, alleen maar landbouw. Mm-hmm. Nou, gelukkig is onze provincie daar niet in meegegaan. Om een voorbeeld te geven, wij zijn wel doorgegaan met de ecologische hoofdstructuur. Oftewel, wat tegenwoordig heet het Nationaal Natuurnetwerk. Mm-hmm. En terwijl Bleker had gezegd, dat stoppen we ook. Maar dat zijn wij mee doorgaan, Brabant. Dus ik ben best wel trots op mijn Brabant. Mm-hmm. En hij heeft dus de corridor tegengehouden, waardoor die verbinding zou moeten komen tot aan de Veluwe. En laten we nou eerlijk zijn, als je ziet wie het begonnen zijn met de protesten, dat waren de mensen die met Bleker meegingen om die corridor tegen te houden. Dus ja, dan ga je dus echt uit een wereld komen die dus al sowieso heel anders had gedacht dan de wereld die daarvoor ingezet was. Dat was ons Rijk, had gezegd, we gaan die proef doen. En wat er nu gebeurt, ja, nu krijg je dus hartstikke lieve dierenbeschermers die niet meer luisteren naar boswachters. En ik kan je vertellen, die boswachters van Staatsbosbeheer weten echt wel wat ze doen. Dat weten ze echt wel. Alleen ja, door al die omstandigheden en al dat verhaal eroverheen krijg je dus zeg maar zo scherpe tegenstellingen dat er allerlei protestacties ontstaan. Ja, maar zijn dat dan echt tegenstanders, oprechte tegenstanders, die zich bewust zijn van het feit van wat er gebeurt? Of is het ook een beetje het meegaan? Ik denk vooral emotionele tegenstanders. Ja, we zien een filmpje op een social media kanaal voorbij komen. Ja, en we vliegen erop in. En ik vlieg erop in, want... Ja. Ja. Ik moet erbij zijn. Ik denk het wel. En er zijn er ook wel echte mensen bij die echt hier iets tegen hebben. En dat mag, want je hoeft niet allemaal met elkaar eens te zijn. Maar probeer dan ook eens een keer te luisteren wat de boswachters van Staatsbosbeheer vertellen. Want die proberen ook uit te leggen wat zij aan het doen zijn. Ja. En die proberen ook, kijk, en ik vind het nog veel erger als dus de mensen die dieren lief hebben, boswachters doodsbedreigingen sturen. Dan wordt de wereld toch wel heel raar. Ja. Ja, dat vind ik van die mensen die tegen zijn. Ja. Wat houdt jou op dit moment allemaal bezig? Oh, Jozef Hilman. Nee, ik ben met van alles bezig. Ik ben onder andere bezig met Wasteworld. Dat is een nieuwe themapark wat er gaat komen. En dat gaat dus zeggen, Wasteworld betekent in feite dat afval er niet bestaat, maar dat er grondstoffen zijn. En we gaan een themapark oprichten met een aantal mensen. Ik ben geen investeerder, ik ben alleen maar de babbelaar. Ja. Wauw, wat superleuk. Nou, en hier in Dommeland gaan we natuurlijk door met Boksel natuurlijk. Ja, fantastisch, vind ik zo leuk. Het komend filmpje wordt heel geinig. We springen de koeien. Het is lente, dus we wouden het ook eens laten zien. En dan verder, ja, goh, er zijn allemaal zo leuke dingen. Ach joh, het is een mooie wereld. Super, dank voor je komst weer. Graag tot de volgende keer. We gaan even kijken naar een filmpje, want het is bijna 4 en 5 mei. Mijn vader heeft me veel verteld over de oorlog en vooral over mijn opa. Die woonde hier in Utrecht. Omdat er in het laatste jaar van de oorlog niets meer te stoken was, ging mijn opa samen met andere mannen op zoek naar kolen, die eigenlijk bestemd waren voor de Duitse treinen. Ze werden verraden en door de Duitse soldaten onder schot gehouden. Eén man probeerde te vluchten en toen begonnen de Duitsers te schieten. In dat moment van chaos rende mijn opa weg over dit spoor en kon hij ontsnappen. Gelukkig maar, want zonder mijn opa was mijn vader er niet en zonder mijn vader was ik er niet. We mogen nooit, nooit, nooit vergeten hoe verschrikkelijk de oorlog is. Daarom ben ik op 4 mei 2 minuten stil. Jij toch ook?
Ja, 4 en 5 mei binnenkort weer. Naast mij zitten Wim van Amersfoort, Hans van den Hout. En er staat nog iemand anders naast me, maar die wil zijn geluid doen. Ja, het is live, dus kom maar even achter me langs. En Ad van den Brand, als ik het goed zeg allemaal. Ja. Toch? Ja. Namens Cultuur de Twern en Ouderen in Regie. Hans, om met jou te beginnen, eerst even een algemene vraag. Hè? Je werkt voor Cultuur de Twern. Voor de mensen die het niet weten, wat doet Cultuur de Twern exact? Vrijwilligster, sorry, excuus. Ja. Cultuur de Twern wordt in stand gehouden door de gemeente Bosstroom. En ja. Cultuur de Twern zorgt dat alle vrijwilligers op hun plaats zitten en het werk doen wat gedaan moet worden door een vrijwilliger. Ja, en jij bent volgens mij van de afdeling Woonwijs, als ik het goed heb. Ja, ja. Wat, wat houdt deze afdeling in? En als iemand anders trouwens iets over zegt, mag het ook. Woonwijs wordt uitgebeeld als een soort van paraplu. Onder de paraplu hangen huisjes en ik ben van blijvend thuis in een huis. Het is een huisje dat onder de paraplu hangt. Aan een andere tak hangt voor kom vallen. Ja. En deze mensen houden zich bezig met dingen die het vallen voorkomen. Ja. En ik heb ook iets gehoord dat jullie voeren ook woonscannen uit, hè, voor de... Ja, misschien kan ik daar iets van zeggen. Voor de ouderen, ja, exact. Om een beetje het klopt. Wat houdt dat exact? De vrijwilligers die zetten zich in om de oudere mensen in Bokstel, Liemt en Lennersheuvel, bewust te maken van hun toekomst die ze ingaan en die voor iedereen natuurlijk ongewis is. Mm-hmm. Maar van de andere kant je een beetje voor te bereiden, hoe kan ik thuis zo veilig en makkelijk mogelijk blijven wonen? Yeah. Daar gaan wij informatie over verstrekken, daar geven wij adviezen over. Yeah. En mensen kunnen dus ons ook bellen. Yeah. Wij zijn met een groepje van 6 mensen, er zijn er 4 die doen de woonscans. En dat betekent dat Hans, die komt bijvoorbeeld uit de zorgwereld, ik ben techneut. En die twee samen gaan bij iemand een woonscan doen en die kijken dus het hele huis door naar veiligheid, naar beugels die geplaatst moeten worden, mogelijk trapliften, mantelzorgwoningen. We kijken binnen en buiten en we nemen elke ruimte door met de bewoners of bewoner, want het kan ook zijn dat iemand alleen is. Ja, ja. Ja, en we, voor mijn beeld, voor, want het gaat uiteindelijk in essentie dat iemand langer in zijn woning blijft wonen. Wat zijn eigenlijk de voordelen daarvan? Als iemand langer in zijn woning blijft wonen. Nou, dat kunnen zowel voordelen als nadelen zijn. Want er zijn natuurlijk ook mensen... Voordelen, nadelen. Er zijn natuurlijk ook mensen die komen tot de conclusie... Ik zit hier gewoon niet meer goed. Ja. Ik zou liever veel kleiner wonen. Ja. Ook daarin kunnen wij advies geven. Ja. Maar als ze blijven wonen waar ze nu zitten... De maatschappij dwingt ze er eigenlijk toe. Hè? Want de bejaardenhuizen zijn weg. De verzorgingstehuizen zijn weg. Dus we moeten, tussen aanhalingstekens, gewoon thuis blijven wonen zo lang mogelijk. Eventueel met hulp uit de zorgsector. Die wordt dus aangeboden via Vivent of welk andere instituut die er zijn. Mm-hmm. Wat wij doen is, wij kijken of die mensen dus inderdaad veiliger in huis kunnen blijven wonen. Omdat er gewoon een aantal dingen in elk huis wel zijn waarvan je zegt, nou, zou je daar nou eens niet in een keer veranderen? Yeah. Ik geef een voorbeeld, je gaat met je rollator door het huis op enig moment. Hoeveel mensen hebben daar überhaupt de ruimte voor? Want heel veel oudere mensen hebben kastjes en stoelen en krukjes en kandelaars en van allerlei spul staan. Waar ze eigenlijk bijna de nek over breken. Maar die gewoon, en daar wijzen wij dan op. Hè. Wij zeggen, ja, maar als u nou eens wat ruimte maakt, misschien moet u straks wel in een rolstoel. Misschien krijgt u een keer een scootmobiel. Hm. En al dat soort dingen spelen een rol. Hm. Als je met je scootmobiel bij je huis wil komen, moet je toch een fatsoenlijke bestrating hebben waar je overheen kunt rijden. Moet je oprits hebben misschien, hè, om binnen te kunnen komen. Dat soort dingen. En daar maken wij die mensen... Daar zijn we behulpzaam bij om ze dat te vertellen. Ja. Wij geven adviezen en we geven richtingen aan en zij mogen zelf, en dat is ook belangrijk, de eigen regie moeten ze houden. Dus ze moeten op een gegeven moment zelf het besluit nemen. Nou, die mensen, wij, hebben het goed verteld. Ja. Daar geven wij gevolgen aan. Wij gaan iets doen. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. En anders, stel, je komt tot de conclusie, oké, er moet iets veranderen in het huis. Er moet een stukje aangebouwd worden. Of er moet een reling bij. Of er moet dit of dat. Zijn er soort potjes voor, of niet? Nee, weinig. De bedoeling is dat de mensen het zelf betalen. Er is nog een klein stukje WMO, maar dat is erg uitgedund.
Soms kunnen ze daar een beroep op doen. Dat is zeker de moeite waard om dat te proberen. Mm-hmm. Vaak wordt het toch wel afgewezen. Ze moeten het zelf gaan betalen. Maar als ze op tijd beginnen... Dat niet kunnen. Is rond te kijken in hun eigen huis. En als ze toch gaan verbouwen, waarom bouw je met je 50ste, als je toch een badkamer verbouwt, niet meteen seniorproef? Ja, ja, ja. Kijk, het is een kwestie van simpel nadenken en op tijd beginnen. Ja, ik heb ook iets gelezen over een blijverslening. Klopt. Van de gemeente. Ja. Die wordt overstrekt door het ministerie van... Nederlandse gemeenten, ja. Die hebben een pot, ja. Daar kun je gebruik van maken, maar de regel is dat je een aanvraag doet bij de gemeente. Ja. De gemeente keurt die goed, of niet, en stuurt hem dan door naar die potbeheerder, zal ik maar zeggen, die in Den Haag ergens zit, en die keuren hem goed of niet goed, en dan kun je aan de slag. Dus je moet van tevoren je plan helemaal kant en klaar hebben, met cijfertjes erbij en alles, en dan kun je zo'n aanvraag indienen bij de gemeente. Dat gaat altijd op alleen maar voor mensen die een eigen huis hebben. Mm-hmm. Dus niet voor huurders. Mm-hmm. En het is een hypothecaire lening. Mm-hmm. In twee vormen. Helemaal precies weet ik dat niet. Maar het is in ieder geval hypothecair met een hele lage rente. En daarom noemen ze het een blijverslening. Ja. Het is ook de bedoeling. Stel dat je op een gegeven moment overlijdt. Wat een keer met iedereen gebeurt. Dan is het de bedoeling dat die lening ook meteen als eerste wordt afgelost weer naar... Den Haag, zal ik maar eventjes zeggen. Mm-hmm. En dan kunnen ze dat geld weer opnieuw inzetten voor een volgende aanvraag. Ja. Dus dan blijft het rouleren. Zijn er nou ook mensen die zeggen van nou, voor mij hoeven al die aanpassingen te gooien, maar in het huis. Ja. Kan. Ik zeg het nu heel plat, maar... Ja, ja. Ja, dat kan. Die en waar kunnen ze dan terecht? Ja, ja, is het zo slecht, dus echt zo slecht gesteld? Dus... Nee, het is niet zo slecht gesteld. De meeste mensen willen heel graag het advies. Wij komen ook op verzoek van die mensen thuis. Mm-hmm. Als wij het niet zijn, en ze zijn dus heel afwachtend... en ze hebben op een gegeven moment zorg nodig... dan zijn het wel de zorgverleners die zeggen van... mevrouw, wordt het niet tijd dat de kastje in de berging gaat... want yeah. Wij hebben die ruimte nodig. Of het kleed, u kunt wel eens vallen over het kleed, noem het maar op. Het maakt niet uit wie het zegt... Slimmer is om het op tijd te doen. En daarom zijn wij in het leven geroepen. Omdat de groep van mensen die thuis moet blijven wonen, ja, is groot. En op tijd beginnen, op tijd voorlichting. En naast de woonschens doen wij ook voorlichtingsmiddagen, avonden. Ze kunnen op allerlei manieren slim worden van ons. En wij zijn graag bereid om het te doen. Mooi. Ja, Ad, jij zit er ook nog naast. We zijn je niet vergeten. Nee, nee. Jij bent van de Ouderen in Regie, ja, hè? Ik ben van de Stichting Ouderen in Regie. Daar ben ik, Er zitten volgens mij, ik wil je niet interrumperen, maar er zitten volgens mij heel veel raakvlakken met woonwijs. Hè? We hebben jou niet voor niks hier op de bank zitten. Kun je daar iets over vertellen? Ja, daar ben ik heel blij mee. Want even terug, in 2015 zat ik ook hier met jou. Ja. En toen hadden we een aankondiging dat we de stichting Ouderen in Regie gingen oprichten. Ja. Dat is opgericht in 2015. Ja. En wij zijn nu 3 jaar verder en we willen op 23 april een algemene vergadering organiseren in de Walnoot om 8:30. Waarin we een beetje vertellen van wat we tot nog toe bereikt hebben en wat onze ambitie is voor de nabije toekomst. Ja. Raakvlakken met blijven thuis in eigen huis zijn er zeker. Ja. Maar wij opteren toch ook voor mensen te stimuleren die woontoekomst zelf als senior ter hand te nemen. Mm-hmm. Door bijvoorbeeld te kijken of dat het mogelijk is kleinschalige wooninitiatieven te nemen. Mm-hmm. Dus kleinschalige wooninitiatieven in de gemeente Boksel. Dus het kan zijn in Boksel, Lennesheuvel of Liemde. Mm-hmm. Met de schaalgrootte van ongeveer 15 wooneenheden. Waarbij er een centrale ontmoetingsruimte is. En waarbij senioren zelf het initiatief nemen om dat te gaan bouwen. Een soort CPO. Een CPO, yeah. Dat is een collectief particulier opdrachtgeverschap. Yeah. Yeah. Waarbij je zelf de regie hebt. Yeah. Dat is ook de kern van onze bestaansrecht. Yeah. Ouderen in regie. En daarnaast hebben we een aantal werkgroepen binnen onze stichting. Werkgroep Wooninitiatieven, een werkgroep die zich bezighoudt met Zorgzame Buurt. Mm-hmm. Dat is een actieve werkgroep in Boksel Oost. Die heet Zorgzame Buurt Oost. Mm-hmm. En die organiseren allerlei kleinschalige koffieochtenden mm-hmm. en bijeenkomsten om mensen met elkaar in contact te brengen. Maar daarnaast hebben ze ook een heel club van 60 vrijwilligers die ze kunnen bereiken als er mensen zijn die een vraag hebben om een klein klusje te doen of
een boodschapje doen of gezelschap te houden. Dus een telefoonteam. Een soort onderlinge dienstverlening. Precies, ja. Onderlinge dienstverlening. Dat bestaat uit een telefoonteam van 5 vrijwilligers die om tourbeurt. Een hele week een telefoon bij mensen. De mensen kunnen dat bellen. Dan wordt de vraag bij degene neergelegd die het op kan lossen. Ja. En dat werkt eigenlijk heel goed. En in de rots hebben we elke eerste dinsdag van de maand is in de rots een koffieochtend voor senioren om elkaar te ontmoeten. Maar is dat onderlinge dienstverlening? Want je ziet steeds vaker, bijvoorbeeld vrienden van mijn leeftijd, die zijn al tegenwoordig een maatje of weet ik wat, hè? Die helpen één keer in de twee weken of de drie weken iemand. Is dat een beetje waar we, als je er zelf naar kijkt, waar we naartoe moeten? Nou, ik denk dat het goed is. Kijk, met de terugtrekkende Rijksoverheid zie je dat er heel veel bij de burgers neergelegd wordt. Ja. Hè? Eigen regie betekent ook vaak eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. En dat betekent, dat moet je ook maar kunnen. En als je het niet alleen kunt, dan heb je graag iemand in de nabijheid die het jou ondersteunt. We zijn in Boksel vanmorgen nog eens een keer gememoreerd bij een bijeenkomst. De helft van de Bokselse bevolking is 50 jaar of ouder. Dus er zijn bijna 15.000 mensen in Boksel die ouder zijn dan 50. Echt? Ja. Dus dat is een gigantische grote groep. Hoeveel zijn er? De helft van Boksel bevolking is ouder dan 50. Ja. Dus dat zijn 14.000 tot 15.000 bewoners in Boksel die ouder zijn dan 50. Dus jeetje mina. Dat er een gigantische groep senioren aankomt. Een groep tussen de 70 en de 80 is ook gigantisch. Wat wij proberen is ook een soort coöperatie op te richten. Aanvankelijk dachten wij van nou, we gaan een zorgcoöperatie oprichten. We gaan zelf proberen. Heel even terug, want ik zelf denk, hoe staat dit niveau tot het landelijke niveau eigenlijk? Dus, ja, springt er niet echt uit, Geert. Want statistisch is zo dat de helft van de Nederlandse bevolking is meer dan 50. Ja, ja. En in Boksel is dat niet anders. Ik woon zelf in de wijk Oost. Daar zie je ook een mooi fenomeen. Dat is ongeveer 50 jaar geleden begonnen. Hoogheemse wordt binnenkort 50 jaar bestaan. We zijn toen wij trouwden in een flat gaan wonen in Hoogheem. Ik ben nu bijna 70. Dus al die leeftijdsgenoten zijn ook meegegroeid en mee in leeftijd. Dus dat aantal is gigantisch groot. En er zijn weinig of geen goede woonvoorzieningen waar je direct naartoe kunt als je ouder wordt. Vandaar blijven thuis in eigen huis, dat ook wat aanpassingen suggereert. Ja. Ja. Maar met een coöperatie hebben wij eerst gepoogd om zelf zorg gaan te organiseren. Ja. Onze werkgroep zorgcoöperatie is omgevormd in een wat bredere coöperatie. Want ik zeg, er is voldoende aanbod aan goede zorg in Boksel. Heel veel voorzieningen, Elde, Vivent, Standby. Maar eigen regie nemen is toch even wat anders. Ja. Op het moment dat je zorgafhankelijk wordt, dan lever je ook een stukje van je regie in. Ja. En wat wij met de brede coöperatie willen, is dat we op het gebied van wonen, welzijn en zorg, wat netjes heet het sociale domein, dat we daarin proberen mensen actief te maken, een eigen coöperatie op te richten, een ledenorganisatie, waarbij leden mee uitmaken wat er gaat gebeuren. En ook de kwaliteit gaan toetsen van het aanbod aan zorg, wonen en welzijn. En kijken of we daar veel meer de regie van de senior kunnen laten doen gelden. Ja. Wim, hè, voor mijn beeldvorming, als je kijkt naar het buitenland, hè, daar is volgens mij de zorg was al veel minder. Hè. Zijn we in Nederland niet een beetje verwend nu? Of geraakt in de loop der jaren, nu het minder gaat worden? Ja, maar dat is geweest, hè? Dat verwend zijn. Hè? Ja. Want wij zitten nu met geen bejaardentehuizen, wat ik net al zei. Ja. Geen verzorgingstehuizen, wat ik net al zei. Ja. Als iemand al ergens ondergebracht moet worden, moet hij een indicatie hebben. Ja. Die klinkt als een klok, want anders komt hij nergens binnen. Ja. En dat betekent dus dat wij inderdaad, wat dat betreft, ten opzichte van 15 jaar geleden, zeg maar, echt wel een stukje zijn achtergebleven, om het zo maar eens te zeggen. En nu is de regering weer bezig, en dat heb jij natuurlijk ook meegekregen, om miljoenen te stoppen om te zorgen dat er weer meer verpleegsters aan het bed komen. Ja. He, en niet de managers die met grote salarissen achter het bureau zitten te bedenken hoe het allemaal moet. Ja. He, en degenen die aan het bed staan, die moeten ook nog eens behoorlijk wat formulieren invullen, wat een hoop tijd kost en waar de vraag van is, hoe belangrijk zijn die zaken die dan genoteerd worden? Ja. Wat doen ze daar in godsnaam mee? Ja. He, dus ik denk dat we van de ene kant best, vergelijking nogmaals met 10 jaar geleden, verwend waren, maar dat we nu best wel een stukje hebben ingeleverd en dat we nu in een situatie zitten waarin we inderdaad, wat wij zeggen en wat Ad zegt, gewoon zelf de regie moeten nemen om te zorgen dat we onze oude dag zo goed mogelijk door kunnen komen. Hoe is jullie ervaring, als je kijkt naar, als je bij mensen thuis bent of je hebt met mensen gesprekken, hè, kijken ze dan positief naar de toekomst of kijken ze negatief naar de toekomst? Verschillend. Ja.
het is ook vaak zo of iemand alleen is of dat je nog een partner heeft. Mm-hmm. Dat is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Met z'n tweeën zijn is ontzettend belangrijk. Kun je elkaar steunen. Als je alleen bent, begint toch de vereenzaming om de hoek te kijken. Mm-hmm. En daar ontkom je bijna niet aan. Mm-hmm. En ook daar proberen we de mensen in wegwijs te maken. Om mm-hmm. te zorgen dat ze actief worden. Om te zorgen dat ze sociale contacten hebben mm-hmm. of gaan of houden. Mm-hmm. Dat is gewoon belangrijk. Daar moet je zelf ook iets aan doen. Je kunt niet altijd rekenen dat die buurvrouw elke dag langskomt. Ja, precies, ja. Wat wij delen is ook dat we beide staan vanuit de burger. Hè? Ja. Want dit zijn burgerinitiatieven. Ja. Voorheen was het zo dat mensen afwachten van als ik iets kom te mankeren of ik heb een probleem, loop ik naar de overheid, ook naar de lokale overheid. En dan word ik geholpen. Ja. Dat is allemaal niet meer zo. Dus burgers zelf actief bezig laten zijn en ook laten zien van dat je veel meer zelf kunt dan dat je denkt. En niet elke keer meteen klaar staat om de instanties te bestoken met allerlei vragen. Dat kan wel. Maar op het moment dat je je aflevert aan een systeem binnen een zorgorganisatie of binnen een gemeente of wat dan ook, dan is dat systeem leidend en niet meer de burger. En wat wij nou willen is dat de burger weer, vooral de senioren, zelf leiding nemen en zeggen wij willen zelf uitmaken met wie en hoe en waar we gaan wonen en welke zorg we wanneer willen hebben. Ja, je had het over die wooninitiatieven, ja. even op terug te komen. Hoe zie je zo'n financiering voor je? Door wie worden die gefinancierd? Ja. Nou, die worden door de burgers zelf gefinancierd. Ja. We zijn ook in overleg met de woningstichting Sint-Jozef om te kijken of dat er ook in de huursector iets dergelijks kan gerealiseerd worden. Mm-hmm. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een thuishuis. Mm-hmm. Een thuishuis is een huis dat vaak wordt gebouwd, ontworpen voor alleenstaande senioren vanaf mm-hmm. 55... met twee doelen, namelijk om te kijken dat ze de vereenzaming tegen kunnen gaan. En dat ze gezamenlijk een centrale ruimte hebben waar ze kunnen koken. Een activiteit kunnen ontplooien, maar ook voor de buurt iets kunnen doen. En de buurt ook bij hen op visite kan komen. Dus iets kleiner wonen, mm-hmm. privé, maar gezamenlijk een aantal activiteiten ondernemen. Dus dat is het fenomeen van een thuishuis. In Deurne en andere plaatsen zijn daar mooie voorbeelden van. Wij zijn vanuit onze stichting met Sint-Jozef bezig om te kijken of we dat in Boksel ook kunnen realiseren. Ja. En daarnaast een CPO, een collectief particulier opdrachtgeverschap, is dat we kleinschalige 15 woningen in een uitbreidingsplan, bijvoorbeeld nu in Lennesheuvel of op Zelissen, ja. Uitzonderen om te kijken, kunnen we daar met 15 mensen die elkaar al kennen, dus vooraf al, een buurt opbouwen zonder dat er een steen gestapeld is, ja. maar met elkaar een woonvoorziening realiseren op basis van eigen inbreng van ja, precies, van want het is toevallig, want ik zat er gelijk aan te denken, je had het over eigen financiering, maar ja. hoe zit het met de mensen die dat niet kunnen? Precies. Want die worden ook oud. Precies, Kun je moeilijk ergens in een hoekje doen. Vandaar dat wij ook intensief overleggen met de woningcorporatie. En die neigt ook al om te kijken van hoe kunnen we nou bijvoorbeeld bij nieuwbouw toekomstige huurders betrekken om zaken zodanig te organiseren dat er een prettige woonomgeving wordt gebouwd, een prettig huis wordt gebouwd. Sint-Joos is ook veel meer aan het opschuiven naar de regie te nemen of te laten bij de huurder in plaats van zelf alles te bepalen. Mm-hmm. En dat zijn allemaal sprongen vooruit. En ja, als je het kunt, dan kun je iets kopen. Als je het niet kunt, ben je afhankelijk van een huursituatie. Maar er zijn ook mensen die wel bemiddeld zijn en toch niet willen kopen, maar liever willen huren omdat ze in een oude dak geen sores meer willen hebben. Ja. Dus er zijn ook keuzes die je dan kunt maken. Ja. Ja. Denk je dat jullie, nu zeg je al, er zijn veel overeenkomsten, is het niet sterk om een soort samensmelting op een gegeven moment te krijgen? Dat je sterker nog, Wim is sinds een maand of anderhalf ook bij ons. We hebben een bestuur van 5 personen en we hebben ook 6 permanente adviseurs. En Wim is sinds een maand of anderhalf permanente adviseur bij onze stichting. Dus zo werkt dat. Ah. En Ans is ook bekend, omdat ik zit ook weer in de ondersteuningsgroep voor blijven thuis in eigen huisadviseur. Ja. Dus ja, wij bevruchten elkaar in die zin. Ja. Dat we daar elkaars kennis delen en, en samen opgaan voor die eigen regie. Ja, nou, prachtig. Ja. Ik wens jullie heel veel succes en dank voor jullie komst. En, graag gedaan. Goed dat we met deze bewustwording bezig zijn. Jullie ook bedankt. Is goed, en de 15.000 senioren in Boksel. Zo, ongelooflijk. Is niet meer stil. Nee. Dankjewel. Oké. Okay. Ik zei het net al. We gaan vanavond af en toe iets laten zien over 4 en 5 mei. Kijk maar mee. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam en dit beeld van Zadkine dat hoort echt bij mijn jeugd. Die bronzen reus met de armen opgeheven, die man zonder hart die de verwoesting van de binnenstad symboliseert. Ik vond het als klein meisje een even indrukwekkend als angstaanjagend beeld. Wist je dat het Duitse bombardement op 14 mei 1940 maar een kwartier duurde?
15 minuten maar om honderden Rotterdammers te doden en de stad in puin te leggen. Op 4 mei om 8 uur denk ik ook aan de slachtoffers. En ik realiseer me hoeveel geluk ik heb dat ik in vrijheid mag leven zonder oorlog. Daarom ben ik op 4 mei 2 minuten stil. Jij toch ook? Ja, het is wat ik zeg, het blijft live. Het is, we zouden vanavond eigenlijk een andere gast hebben waar ik af en toe wat vragen zou stellen. Maar die heeft zich afgemeld helaas. Dus het geluid wordt iets sneller hier ingehangen. Blijft live. Je mag me weer crossen aan de achterkant. Kom maar. Helemaal goed. Ja, ik zei het net al in de intro. Stichting Brabantse Klomp heeft de maand april omgedoopt tot Klompenmaand. Volgens mij zijn we even weg op camera 1. Maar heeft me omgedoopt tot de Klompenmaand. Daar zijn we weer. En bij mij op de bank van Klompenfabriek Tra uit Liemt, Ad en Luc Tra. Ja. Welkom. Hoi. Leuk dat jullie er zijn. Fantastisch. Ja, dank je wel. Ja, 5 generaties, als ik het goed begrijp, al soorten, mag ik het zeggen, klompenliefde. Ja, zo mag je het wel noemen, denk ik. Anders blijven we niet meer aan de gang natuurlijk. Hè. Ja, het is, waar komt die klompenliefde vandaan? Nou, ik denk, wat echt vandaan komt, is de historie is hier in Bokselen, Liemde vooral en Best en zo. Daar zijn, er groeide ontzettend veel populieren en de mensen hadden in de wintertijd wat tijd over, vooral boerenmensen. Ja. En die gingen erbij een beetje handnijverheid doen thuis en klompen maken. Hè. Ja. Nou, zo is het een beetje begonnen destijds. En, intussen zijn we wel, Luc is de 5e generatie intussen die de maand gaan gaat. Dus ze gaat stilletjes door. Ja. Ja, jullie zitten in Liemt. Hè? Ik heb me laten vertellen dat jouw bedovergrootvader, kan dat? Dat hij ooit in Boksel een klompenmakerij heeft gehad. Ja, dat klopt. Dat is mijn overgrootvader. Ja. De bedovergrootvader van Luc, maar mijn overgrootvader. Ja, sorry. Ja, die is in Liemt, of in Boksel begonnen bij de Wilgenbroek. Dat is tegenwoordig de brede school. Ja. Er stond vroeger een mooie boerderij, zo'n hoeve, en daar zat hij klompen te maken. Ja. En toen is mijn opa naar Liemt getrokken, die heeft een Liemtse boerendochter getrouwd. Ja. En die heeft in Liemt en de Kapelstraat een klompenmakerij begonnen. Ja. Nou, en later zijn ze overgestoken aan de andere kant van de weg en daar zitten wij nog steeds in 2018. Ja. Wauw. Ja, vroeger, we zien hier, ik weet niet of het voor de mensen thuis, we zien hier wat dingetjes hier op tafel staan over de verschillende fases van klompen. Hè. Vroeger werden de klompen echt nog met de hand gemaakt. Beheers jij die techniek ook nog altijd? Nee, die techniek die beheersen nog heel weinig mensen in Nederland. Dat zijn dus, ik denk, op 2 handen te tellen. Maar ja, dat is echt was niet zo licht, dat vak. Dat was best een zwaar beroep. Bij ons ik denk dat wij het eigenlijk al 4 generaties met de machines doen. Dus dat hebben we hebben nooit gedaan. We hebben altijd gewoon met mensen, machines, een fabriek gehad. En daar hebben we altijd, En waarom is die ambacht dan zo lastig? Is het echt omdat het zwaar werk is? Nou, je ziet het zelf hier, als je hier op tafel kijkt, dit is een zwaar stuk hout. En dan moet je moet het helemaal uitkappen. En dit is, de machinaal is heel makkelijk met de freesmachine natuurlijk, maar je moet het uitkappen. En dan, voel maar, het is een zware blok. En dan moet dat gat er nog in gemaakt worden. Oh ja, het is niet. Het is nat, Ja, dat is hartstikke nat. Een klomp wordt van nat hout gemaakt. En dan als ze eenmaal gemaakt zijn, want we hebben een speciaal gereedschap, daar kunnen we nat hout mee bewerken. Ja. En als ze eenmaal gemaakt zijn, dan gaan we ze drogen en dan gaan we ze schuren en dan worden ze gelakt. Maar die fase, hier zitten we in deze tijd van het jaar een week of 4 tussen. Zo qua droging. Hè. Ja, we hebben wat foto's, misschien kun je meekijken. Kun je vertellen wat we zien, Ad? Wat je nou ziet, dat is onze fabriek zoals je heden ten dagen bij ligt aan de Kapelstraat in Liemt. Ja. Wat zie je hier? Nou, dat is onze droogkamer. Zoals ik net vertelde, die fase tussen deze fase dat die gemaakt is en dat die droogt, dat doen we dan in dat vertrek. Ja. Dat gaat zomer en winter voor veel wind erheen. Dat is met een medewerker die is bezig met te schuren. Dat is glad maken. Kijk, van deze fase naar die gladde fase. Ja. Mooi zeg. Ja.
Wel heel mooi om te zien. Volgens mij moet het heel lekker ruiken bij jullie met al dat hout. Of, ja, dat, ja vooral als we met deze houtsoort bezig zijn. Dit is toevallig willig, daar zijn we nog deze week nog bezig. Dat is echt een hele zoete lucht. Als je morgens de werkplaats binnenkomt, is het echt een zoete lucht. Ja. Populier ruikt net iets anders. We zijn meestal met populier bezig. Dat is ook echt de houtsoort die graag hier in de Dommelvallei groeit. Maar willig is ook een heel fijn hout om een klomp van te maken. Ja. Het droogt heel licht op. Een taaie structuur. Goed waterdicht, dus ja. Dat is ideaal. En als ik begreep, jouw vader heeft het hele proces eigenlijk min of meer geautomatiseerd, om het zo maar te zeggen. Als ik het zo mag noemen. Ja. Hoe kwam hij aan die kennis of dat inzicht? Ja, dat is ook wel een beetje toen de tijd, dan praten we over de jaren 70. Mm-hmm. Dat is in 1980, mm-hmm. Dus in het beginjaren ik mee ging draaien. Mm-hmm. Toen waren er in Nederland nog 50 à 60 klompenfabrieken. Ja. En er was innovatief waren er machinefabrieken die daarop inspeelden. En die maakten zo'n machine. En die werd dan op de klompenbeurs, in Instituut de Rode, lieten ze dat zien één keer per jaar. En kon je die kopen, kon je inschrijven. En dat gebeurde toen nog veel. Het was innovatie. En ja, we zijn niet meer met 10 fabrieken over in heel Nederland. Ik denk 8 of 9. Dus ja, de innovatie is een heel eind minder geworden. Toen die overgang was, niet ook een stukje nostalgie verdwenen, voor jouw gevoel? Ja, ik heb het eigenlijk zelf niet zozeer meegemaakt dat er nog met de hand allemaal bediend werd, die machines. Nee. Ja. Maar die automatisering was puur pneumatisch en dat het een beetje dat die machine zelf wist wat hij moest doen. Ja. Hij werd niet allemaal met de hand aangestuurd. Ja. Op zich ook best een zwaar iets was. Ja. Luc, kom ook zo bij jou, hoor. Ja. Dus hij is niet voor niks meegekomen, denk ik. Ja, ik zeg 5 generaties. Ik vind het iets heel bijzonders. Als je omschrijft toen je vroeger als klein kind de fabrieken binnenliep, wat deed dat met jou? Ach, het was altijd, wij woonden daar langs. We kwamen bijvoorbeeld net nieuw, zat een woonhuis langs, daar woonden wij. Ja. En, bij ons heel het gezin, wij waren echt, waren alle onze eigen karweitjes een beetje. Hè. Een keer per dag moest je iets aangeven of iets opruimen of zo. Dat deden we altijd. Ja, je bent hier gewoon in opgegroeid. En ja, je wist niet beter of die fabriek was daar. En je was er altijd. Je speelde op die stapels met bomen buiten. Mm-hmm. En, ja, het was... Voor ons eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Je bent altijd bezig in de fabriek met klompjes sjouwen vanaf je 6e jaar al. Ja. Of jonger, ik weet het al. Vanaf dat ik kan herinneren was ik altijd al mee met de skelter klompjes in de bak. En dan op en neer rijden van de fabriek naar het verfhok. Ja, want hoe is het voor jou inderdaad? Jij bent dan de 5e generatie. Ja, ik heb wel 2 broertjes ook, dus we moeten het eigenlijk nog uitvechten. Maar die gaan, zijn ze er al uit of die ook mee gaan? Nou, op het moment ben ik wel het meest bezig met de klompen mee. Ik geloof niet de anderen nou zo... Dat kan ook komen. Waarom niet? Ze zijn nog studenten, ze zijn nog aan het ontwikkelen. Ja. Kan dadelijk komen, mij kwam het ook best laat. Ik was ook aan het studeren eerst. Maar nu zit ik er wel redelijk in, hoor. Ja, maar wat doe jij nu op dit moment bij de Traer? Alle randzaken. We zijn eigenlijk in 2015 begonnen met uitbreiden. Ja. Want we merkten dat met alleen de houten klomp, wat je ook ziet, hè, er worden steeds minder klompenmakers. Mm-hmm. En met alleen de houten klomp is het best wel moeilijk om nog een commercieel bedrijf te runnen. Mm-hmm. Het is natuurlijk leuk en nostalgisch, super gaaf. Maar je moet ook aan de toekomst denken. En dus hebben we besloten om ons assortiment uit te gaan breiden naar houten souvenirs, maar ook andere souvenirs. Omdat vroeger verkochten we altijd veel aan de lokale klompendrager. Mm-hmm. Die zijn er niet meer. Niemand loopt meer op klompen, wel voor wat oudere, zeg maar de oudere boeren. Nee, is dat echt zo? Ja, want ik ben zelf in Liemt heb ik gewoond en in Olland. En ik liep altijd op klompen als kind. Ja, ik ook. Altijd. Ik stond altijd kind, in mijn klompen. Als kind zeg je al. Ik vond dat heerlijk. Ja, dan ben ik er niet helemaal mee eens wat hij zegt. Nou, het wordt ook steeds wel de klompen. Elke Liemde nou sowieso heeft wel een paar klompen. Dat is de tuin in de tuin werkt. Yeah. Maar ja, die mensen doen er 3 of 4 jaar mee. Dus ja. Mm. De jeugd heeft het een beetje laten vallen. Dankzij de jeugd in Brabant, die loopt gewoon niet zoveel meer op klompen. Mm. Als je naar Gelderland gaat... Daar zijn alle klompenmakers miljonair, want iedereen loopt daar op klompen. Alle jeugd die gaat daar op klompen op stap. En ze ozen nieuw vieren. Ja.
Maar in Brabant, ja, gisteren was de PSV-huldiging. Ik denk dat er nog geen eentje op klompen stond, terwijl het toch Brabantse boeren zijn. Ja. Terwijl als je naar de graafschap gaat, ja, de superboeren, ja, daar loopt iedereen op klompen. Dus misschien moeten we gewoon verhuizen naar... Maar jij kijkt meer naar van hoe kunnen we ons verbreden als... Want nou, welke opleiding heb je gedaan dan? Business, economics, van alles en nog wat. Een commerciële opleiding. Ja, ja, maar... om zeg maar naar de toekomst te kijken, we willen uiteindelijk wel groeien. En de laatste jaren zie je gewoon minder klompenmakers, minder vraag. Dus de klompenmakers die nog zijn, kunnen nog wel. De vraag, hebben het nog steeds druk? Maar hoe lang blijft het nog druk? Ja. Toeristen kochten vroeger allemaal draagklompen. En nu kiezen ze vaak toch voor iets lichters, omdat je steeds kleinere koffers mee mag nemen. Klompensloffen. Klompensloffen. Ja. Hebben we ook. Dus dat hebben we gedaan. We zijn We zijn 3 jaar geleden zijn we naar, wijk ik een beetje van het verhaal af, maar zijn we naar China gevlogen. Ja, ik dacht, het is bizar, want ik wil jou net zeggen, je bent naar China geweest voor een werkbezoek. Ja, wat ja, heb je daar gedaan? Ja, sloffen gekocht. Dat weet ik. Ja, ja, en maar die Chinezen zijn toch meestal degene die onze klompen weer kopen? Ja, 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 die, ja, dat, natuurlijk, dat moet je ook gewoon blijven doen, want anders dan heeft het geen nut om naar China te vliegen voor mij. Maar nou ja, Chinezen die kopen alles wat dat betreft. Maar ze weten het vaak wel. Yeah. Maar ze willen toch iets hebben uit Nederland. Of het nou een klomp die een klomp is die gemaakt in Nederland of een slof uit China, mm-hmm, die iets goedkoper is dan. Ze weten toch niet dat het uit China komt eigenlijk. Hè? Of een sleutelhangertje, een klomp sleutelhangertje, dat is. Ja. Loop jij zelf? Want nu heb je... Ik heb nu mijn schoenen aangedaan. Ik dacht, dat maakt te veel geluid in de studio, maar ik heb altijd klompen. Ja? Ja. Wat zijn voor jou de voordelen van klompen dan? Nou, vooral omdat ik veel sta, de steun, er zit een hartstikke fijne voetbed, er zit een hele steun zo in, dat kan je zien. Ja, dat is het ideaal, en ook, maar ook zijn, je krijgt nooit geen zweetvoet in de zomer. En in de winter zijn ze altijd warm, dus ja, alle voordelen zitten erin. Plus de veiligheid natuurlijk, want wij werken met die blokken hout, valt er eentje van een karretje af, en hij valt op je schoen, of op deze schoen die ik nou aan heb, ja, dan heb je wel een probleem. Want ik weeg, ja, het weegt gewoon gauw de 10 kilo, dus, maar bij klompen heb je er helemaal geen last van. Mm-hmm. Mocht die splijten, nou, dan gaat het wel heel hard, mm-hmm, dan is je voet nog beschermd. En het is gewoon 100% natuur, het is gewoon een stuk boom aan je voet. Hij zit zo in de boom, hè? Ja. Ja. Ja, nee, zeg maar even bij, zo groeit hij in de boom. Veel mensen denken van, hoe zit dat nou eigenlijk? Maar hij zit er rechtop in. Nu is de maand uitgeroepen van de klomp. Of april klompenmaand. Ja. Wat kunnen we allemaal daarvan verwachten? Nou, we hebben al aardig wat gedaan. We hebben de rondleidingen gehad bij ons op bedrijf. Ja. En ook in omliggende dorpen, in Schijndel bij de klompenmakerij, mm-hmm, waren rondleidingen. Afgelopen zondag was er de klompengolf in Liemt sowieso, op 3 plaatsen. Mm-hmm. En nou, ik sla er wel degelijk dingen over, maar in ieder geval, we hebben 30 april hebben we nog de lezing. Ja, in het Liemtse hert. Ja. Dat gaan we doen. En wat kunnen we daar verwachten? Nou, daar kun je verwachten. Dan gaan we een stukje historie voor een dag. Ja. Dus we proberen alle Liemse klompenmakerijen voor een dag te halen. Kijken waar we daar nog een documentatie van kunnen vinden. Mm-hmm. Dan ook een stuk hoe dat tegenwoordig, de productieproces willen behandelen. Ook laten zien, zoveel mogelijk op locatie dan. Mm-hmm. En dan een stukje toekomst. En dan zal er natuurlijk ook bij helpen dan. Ja. Dus we hebben nu een klein stukje hebben laten zien. Dan gaan we dan uitgebreid. Ja, min of meer avondfilmd. Is dat schoentje wat ik daar zie staan, is dat ook het stukje toekomst waar je het over hebt? Ja, precies dat. We klompen blijven altijd maken, daar is geen discussie over. Mm-hmm. Maar om echt een beetje een mooi bedrijf neer te zetten, zijn we bezig met die schoenen. Met het kleine spul, met theedoeken, met sloffen. Sloffen natuurlijk. Heel maar dat maken jullie niet zelf, dat koop je dan? Nee, allemaal uit Azië komt dat. Ja. Indonesië komt dit. Ja. China komt veel. Zolang het maar wel een affiniteit met Holland heeft. Juist. Ja, ja. Het moet verkoopbaar zijn in de souvenirwinkel, in feite. Ja. We hebben het nu iedere keer over Nederland en Nederlandse klompen, et cetera. Hoe wordt de klomp eigenlijk in de Verenigde Staten, et cetera, bekeken? Nou, die denken nog steeds dat heel Nederland op klomp loopt. Dat moet ook zo later vooral. Dat is voor ons wel belangrijk natuurlijk. Hetzelfde als waarom ze goed zijn in schaatsen. Dat zal men denken dat we de post rondbrengen. Ja, maar daar zijn we nog steeds goed in. Hè? Maar ja. Klompen maken ook trouwens. Dus, maar daar zijn we wel goed in. Maar hun denken dat wij erop lopen. En vandaar dat ze al die klompgerelateerde producten... Want sloffen zijn ook gewoon voor hun klompen.
Want wij zeggen wel sloffen, maar hun zien dat als klomp. Het heeft het precies hetzelfde model, alleen het is zacht. Je kan het binnen aan en je kan het heel makkelijk in de koffer meenemen. Mm-hmm. Je kan het comprimeren. Nou, Amerikanen die kochten altijd heel veel kloppen als ze hier op bezoek kwamen. Maar er komen niet zoveel keer Amerikanen meer. Dollar is duur. Voor de euro is duur voor hun. Maar is het dan niet een idee bijvoorbeeld soms een klomp dan gewoon meer die kant op te brengen? Of? Ja, wordt wel gedaan. Je hebt bijvoorbeeld in Michigan heb je het plaatsje Holland. Ja. En daar heb je gewoon een groot Hollands park waar je ook gewoon Nederlandse klompen kunt kopen. Die dan met container daarin gaan. Ja, dan krijg je steeds meer. Bij Shanghai heb je zo'n park. Shanghai heb je zo'n park. In Japan heb je ook een Holland park. Ja. Mensen die geen geld hebben om Nederland te komen, die worden gewoon daar voorzien van een stukje Holland. Holland. Ja, met echte Hollandse klompen. Die komen wel echt uit Nederland. Ja, een soort openluchtmuseum eigenlijk, hè? Van Nederlandse molen en zo. Ja. Ja. Zit jij zelf op kantoor dan ook je klomp? Of nou? Ja, ik ben veel aan het verkopen. Ik heb dan eerder mijn sneakers aan in de auto en zo. Dat is, veel in Amsterdam en zo. Daar zitten komen al die toeristen. Ja, precies. Mooi, jongens. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Wat een prachtige ambacht het klompen maken eigenlijk is. Ja. En dat maar nog heel veel generaties door mag gaan bij jullie, want dat is toch wel heel bijzonder. Dat hopen, de vijfde hebben die al. Waarschijnlijk zal er weer de zesde komen ook, hè. Ja. Ja, kijken wel. Goed zo. Ja. Hartstikke dank, super. Oké, okay, nou graag. Dit was het weer. Donderdag Live. We hebben het over allerlei verschillende onderwerpen gehad. Ouderen en woningen. We hebben het gehad over met onze vrienden. Frans Kapteins, over het product wat de markt uit moet. En we hebben het over onze klompen gehad, aangezien april de nieuwe klompenmaand wordt. Wij gaan hier de klompendans dansen. Ik wens u een fijne avond.